Nou, ik sta dus hier bij het Sluisdeurenpodium op Willemshoort. En je ziet het al, Lichtfestival Helder Licht en een prachtig project. Wat is er nou gebeurd? Vorig jaar hebben kunstenaressen Femke en Machtelt en Peter Jonas gewerkt met basisscholen uit Den Helder. Die tekeningen die zijn omgezet in een animatiefilm en daar heeft kunstenares Anke Noorman een prachtige film van gemaakt. Die is te zien op Willemshoort op het Sluisdeurenpodium. Nou, dit jaar gaan ze hetzelfde doen, weer met scholen uit Den Helder. En dan maken ze project nummer 3. Nou, volgend jaar dus weer van alles te zien. Maar ik wil je echt uitnodigen, want aanstaande 3 november, dan gaan deze kinderen een parade maken. Met alles wat ze gemaakt hebben. En dan lopen ze van Lichtschip Texel, dat ligt hier op Willemshoort in de Museumhaven, naar het Sluisdeurenpodium hier. En dan gaan we een parade maken, keuveltjes en een heel groot feest. En ik nodig iedereen uit, van de basisscholen ook, om te komen kijken hoe prachtig dit kunstwerk is geworden. Van Anke, van Femke, van Machtelt, van Peter Jonas en alle kinderen uit Den Helder. Dreams by the Sea.